Hallo, ik was vandaag in Play Today in Gouda. Dat is een Lego winkel. Dat is een winkel die eigenlijk alleen maar Lego spullen verkoopt. En dat was natuurlijk hartstikke leuk. Want zoals je weet, op mijn kanaal heb ik gewoon heel erg veel Lego. In die winkel hadden ze storage bricks. Dat is deze doos. Dat is een koffer in de vorm van een Lego blokje. In dit geval met vier noppen. Waar je Lego of andere spullen in kan bewaren. Hier aan de voorkant kan je al een beetje zien wat het idee ervan is. En ze hadden daar ook nog eentje met 8 geloof ik. En eentje met 2 of 1. Maar ik heb degene met 4 gekocht. Ik ga hem openmaken. Daarvoor zet ik wel even de camera uit. Omdat dit ding is zo groot dat hij niet in mijn gewone camera opstelling past. Dus stop ik even met filmen. Want anders ziet het er allemaal heel raar uit. En als ik hem uit heb gepakt. Dan film ik weer verder. Nou, dit is hem dan. Ik heb hem uitgepakt. Zoals je ziet, hij komt in twee delen. Je hebt hier allemaal randjes die ervoor zorgen dat hij iets beter dicht gaat. Ik zal hem zo weer even dicht doen. Zie, zo gaat hij dicht. En dan kan ik hem hier vastpakken. Zo, gaat hij open. En als ik hem dan neerzet, even kijken. Zo, kan je zien hoe het eruit ziet. Het is een leuke bak om Lego in te bewaren. Wat handig is, dat is voor mijn zoontjes heel grappig, is als je naar de onderkant kijkt. Dan zie je dat er andere blokken ook opgestapeld kunnen worden. Het is een stapelbaar systeem. Dus mocht je heel veel van deze blokken kopen, dan kan je dus al je Lego op deze manier bewaren. En dat is natuurlijk wel een leuke extra gimmick als je een grote Lego fan bent. Nou, het was een kort filmpje, want hoeveel kan je nou vertellen over een plastic opbergbak? Anders dat het leuk is dat er Lego hier op de voorkant staat. En dat het in dit geval rood is. Je hebt hem ook nog in andere kleuren. Vind je dit soort filmpjes leuk? Abonneer je dan op, like mijn kanaal dan. Je hoeft niet te abonneren natuurlijk, gewoon like het kanaal. En tot de volgende keer.